Namen is een van de lastigste parcours, denk ik, van het seizoen. Vandaag, omdat er geen modder was, waren er bergjes die je net wel net niet kon fietsen. Dan maakte het misschien nog zwaarder. Ik ben met iets meer risico's aan de schuine kant begonnen. Om daarna, vooral na het loopstuk, het stukje dat je bergop kon fietsen. Dat was ja, hetgeen waar dat de cross beslist werd. Vorig jaar was dit een van mijn mooiste overwinningen die ik tot nu toe heb behaald, denk ik. Ook op scherps van de snee. En vanaf toen was ik vertrokken vorig jaar. Dus ik hoop dat ik nu ook klaar ben voor een mooi tweede seizoen zelf. Als jeugdrenner kwam ik hier eigenlijk niet super graag. Maar het is wel een enorm mooi parcours. Het is echt de cross en het is leuk om er zo eentje bij te hebben. Ik heb hier als junior of als belofte een echte pechdag gekend. En sindsdien kom ik hier niet super graag meer, maar het is dan beter. Het is terug wel leuk aan het worden.